Dit was een klein beetje dom van mij. Want ik had namelijk al 2 maanden geleden een video geüpload dat ik een 94 Futraf challenge deed. Of in ieder geval dat ik die had gehaald. En ik heb nu, vorige week, ook zo'n video geüpload. Maar echt, ik was gewoon kats vergeten dat ik al zo'n video had gemaakt. Komt denk ik ook door mijn vakantie. Ik was gewoon een maand lang er helemaal tussenuit. En dan ben je het gewoon misschien ook een beetje kwijt of zo. Dan moet je gewoon weer een beetje inkomen. Dus ik heb wel een nieuwe video, maar hij lijkt heel erg op de andere video. Het is bijna gewoon een exact kopie. Maar ja, ik dacht, weet je wat? Is die anders? We laten hem gewoon lekker online, want ik heb er wel moeite en tijd in gestoken. Maar in deze video moet het dan eindelijk echt gaan gebeuren. Want ik heb dus al video's gemaakt dat ik de 94 beoordeling probeerde te halen. Zelfs 1 keer een video dat ik de 95 beoordeling probeerde te halen. Maar die 95 beoordeling, het is me nog steeds niet gelukt. En dat moet echt een keertje gaan gebeuren. Dus in deze video gaat het gebeuren. De 95 rated Futraf in FIFA 23. Dit wordt ook de laatste keer. Dan heb ik genoeg Futraf challenges gedaan. Dan vind ik het ook best geweest. Dus ik hoop dat het in deze video gaat gebeuren. Dan moet ik wel even een opstelling hebben waarvan ik denk, ja, dit is een goede opstelling. En ik ga wel voor de 4-3-1-2. Dat is wel prima. We hebben 2 CA's en daar kan je wel goede spelers voor krijgen. Dus ik hoop dat we gewoon heel veel goede spelers gaan krijgen. Maar trouwens, voordat we verder gaan, wil ik jullie eerst allemaal vragen om een duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou mooi zijn. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Die Pele die komt op centraal midden. Is 1 rating minder dan Sanchez, maar Sanchez is CA en vaak krijg je hier dus goede spelers uit. Dus ik neem de gok en ik had beter voor Sanchez kunnen gaan. Oké, dat was echt een hele slechte. Gelukkig hebben we nog genoeg posities te gaan. Dus ik hoop dat we nog een paar goede spelers gaan krijgen. Dit lijkt er gelukkig al iets meer op. Maar ja, om die 95 beoordeling te halen, heb je wel gewoon gigantisch veel geluk nodig. Je hebt zoveel goede spelers nodig. Dat is echt niet normaal. En Kevin De Bruyne is gelukkig wel een goede speler. Rechtsachter Diego of Dalot of zo. Nee, dat is ook niet goed genoeg. Ik heb zo'n idee dat het nu al de eerste draft niet gaat lukken. Dan moeten we echt gewoon beter beginnen. Maar ja, ik heb ook wel eens verdrafts gehad dat we in 1 keer op de bank heel veel goede spelers kregen. En op zich, Van der Sar is prima. Centraal verdediger ook prima. Dit is ook prima. We zitten nu op de 91 beoordeling. Maar eigenlijk zou je nu rond de 92, 93 moeten zitten. Dan heb je nog echt kans. En 91 is eigenlijk te laag. Nou is 97 rated Pogba zeker weten niet verkeerd om te krijgen. Volgende, 95 rated Vinicius Junior. Ook heel goed. Reserves zijn tot nu toe echt supergoed. Gutsen, 94 ook gewoon prima. En de volgende krijgen we gewoon weer een 94 rated. Dus we hebben op, hier bij reserves allemaal spelers van 94 rated of hoger. Als we dat nu door gaan zetten, dan gaat het gewoon lukken om hier de 195 van te halen. Maar ik ben benieuwd. Oké, Benzema, 97. Hartstikke goed. Dus daar ben ik blij mee. Valverde, 88. Voor op de bank zou dat eventueel van pas kunnen komen. En 96 rated Johan Felix. Oké, dit zou wel ziek nice zijn als het de eerste draf gaat gebeuren. Hakimi, ja, maakt in principe niet zoveel uit. Ze zijn allebei 94 qua beoordeling. Volgende. Oh, weer 93. Oké, dat is ook mooi. Nog 1 speler. En in principe maakt het niet zoveel uit. Want deze spelers ga ik toch uiteindelijk op de reservebank neerzetten. Maar oké, dit zou misschien kunnen lukken. Heel misschien. Oh, ik ben heel benieuwd. Dit is wel echt meteen een super goede draf. We zitten nu op de 92. Ik kan Gullit hier neerzetten. En Gutsen kan ik er ook neerzetten. Moet ik zo meteen even kijken welke spelers ik precies erin ga zetten. Maar we zitten nu al op de 94 beoordeling. En we kunnen eventueel nog wat wissels doen. Ik kan van verder voor dat lot nog wisselen. Ah, dat maakt niet heel veel uit. Oké, we moeten even zorgen dat ik mijn beste spelers in mijn basiself ga neerzetten. Ik zie nog een paar van 92. Dus die kan ik nog wisselen. Oh, hij springt nog steeds niet naar de 95. Nog steeds niet. Oké, we hebben nog 1 upgrade, zie ik. We hebben hier nog 93 rated Pele. En het is nog steeds 94. No way. Heb ik hier alles op volgorde? Ik zou eventueel wat kunnen puzzelen hier en daar. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Nee, 94. Bro, nee. Het zal toch niet zo zijn, hè? Ja, het maakt volgens mij niet uit wat ik doe. Ik doe gewoon her en der wat wissels. En dan gewoon kijken of hij misschien naar de 95 springt. Maar hij springt niet naar de 95. En dat is balend. Wel super dichtbij. Want ik had net nog wat upgrades kunnen doen. En toen sprong hij nog steeds niet naar de 95. Maar ik denk dat dit mijn closeste
verdraft ooit was richting de 95. Dus ik heb zo'n vermoeden dat het gaat lukken in deze video. We gaan door naar de volgende. Ja, voor welke opstelling zullen we dan gaan? 4-3-1-2 kan. De 4-2-2-2, die werkt in principe ook altijd goed. We kunnen ook een keertje gaan voor geen links en rechts achter. Links, rechts achter krijg je toch vaak slechte spelers. Dus we proberen gewoon een keer een andere opstelling. Met een beetje mazzel gaat dit dan helpen. Geen idee of het echt zo is, maar we zien het wel. Dit is niet zo goed, maar dan ga ik gewoon voor de slechtste speler. Want dan heb ik het idee dat we daarna dan verderop in de draft weer betere spelers ervoor terugkrijgen. 92 rated Bernardo Silva. Ja, goed genoeg. Rechts midden, links midden. Heb je vaak ook niet extreem goede spelers. Dus als ze 90 plus zijn, ben ik daar in principe al tevreden mee. 91 rated Kante is het ook weer net niet. En dit is alweer iets beter, 94. Als het maar in de buurt is van de 95. En een paar spelers moeten er echt ver boven zitten. Want anders gaat het sowieso niet lukken. Maar come on, centraal verdedigers. Nou ja, 89 is niet hoog genoeg. Nee, we hebben gewoon echt dit soort spelers nodig. Van 94, dat lijkt er al iets meer op. Laatste centraal verdediger krijgen we nog echt een goede. Nesta 94 is ook goed. Al met al, wel echt een paar goede spelers gekregen in mijn baaself. Maar we zitten op de 91 beoordeling en dat is nog niet goed genoeg. Maar wat we net hadden, was heel veel goede spelers hier. Ja, oké, ik ga gewoon even één voor een slechte. We krijgen nu een van 94, dus dat is mooi. Ik zet gewoon even een slechte hier neer. En nee, mijn beoordeling gaat niet omlaag. Ik dacht, misschien gaan mijn beoordeling omlaag en gaan we dan betere spelers hier krijgen. Ja, geen idee. Dat is altijd een soort van iets waarvan ik denk dat dat helpt. Maar ik heb geen idee of dat echt zo is. 95 Müller, prima. Maar daarmee gaan we het ook niet redden uiteindelijk. We hebben even een 99 rated Messi nodig of zo. Dat zou gewoon heel fijn zijn. Dan zou het... Oh! We hadden er een van 96. Nu ben ik per ongeluk voor 95 rated Bellingham gegaan. Niet dat het echt uitmaakt, want ik denk dat we de 95 beoordeling toch niet hadden gehaald. Nee, Barella 95, dat is dan nog wel weer prima. Volgende, we krijgen nog Müller 91. En dit zijn verdedigers. Smalling is dan op zich nog prima als 94 rated speler. Al met al valt het nog mee. Ik dacht even, dit wordt een hele slechte draft. Maar ik denk dat we er toch nog wel wat leuks van kunnen gaan maken. Ik zal even alle goede spelers erin zetten. Nou, het valt mee. 93 beoordeling. Maar ja, het zag er even slechter uit. Dus ik ben er op zich nog tevreden mee. We gaan door naar de volgende draft. Oké, volgende draft. We hebben 4-3-3 aanvallen. Dat is wel een chillen. Die 4-3-2-1, die werkte net wel supergoed, hè. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Toen zat ik echt heel dicht bij de 95 beoordeling. Ik begin met KK, want die komt op centraal midden. Is gewoon goed. Daar ben ik tevreden mee. Dan hoop ik natuurlijk nu goede spelers te krijgen. We beginnen niet meteen met de goede. Maar ik blijf nog hoop houden. Want het kan nog helemaal goed komen. En Pogba 97 is prima. En nu CA Del Piero 95 is ook hartstikke goed. Oké, dit gaat hem worden. Ik voel het. En dit gaat meteen nog beter. Touré van 97. Kom op, dit eventjes vasthouden. Nou, niet helemaal. Maar 89 is goed voor een speler voor op de bank. Verder niet. Nee. Oké, dit is ook helemaal niks. Dan hoop ik dat ik die spelers, die gewone gouden spelers, zo meteen bij reserves neer kan zetten. Want dan tellen ze niet mee voor de beoordeling. Hummels, 90 is niet goed genoeg. En dit is ook allemaal niet goed genoeg. Nou, dan ga ik weer voor de laagste rated speler. Come on! En dit is alweer iets beter. Virgil van Dijk. Kijk, dat moet je hebben. Gewoon een aantal spelers die flink boven de 90 zitten. En dit is echt niet goed genoeg. Nu ga ik wel voor de beste. 91 beoordeling. Het is het net niet nog. Ja, het zou nog wel kunnen. Want we hebben wel echt een paar spelers die ver boven de 90 zitten. Dus stel, we gaan nu op de bank allemaal spelers krijgen die 90 plus zijn. Dan kan het alsnog helemaal goed komen. De Kongo is even een hele lekkere speler. Want al die spelers daarvoor die waren echt slecht. Dus daar ben ik blij mee. Volgende. Kom op, weer even een goeie. En 94 is weer gewoon goed. Dus we hebben nu 4 spelers op de bank van 90 plus. Dus dat is mooi. Eto'o, 96. Dus dat is ook hartstikke mooi. Volgende speler, 94. Ah, dan ga ik natuurlijk voor onze Nederlandse legend Johan Cruijff. Dus dat is ook nice. Oké, dit moet hem echt worden. Dus hopelijk krijgen we nog een paar goede spelers. En we krijgen Zinedine Zidane. Oké, dit moet hem echt gaan worden. We krijgen ook nog Petit van 95. We krijgen opeens de ene lijpe speler naar de andere. Oké, dan ga ik nu weer voor een 75 rated speler. Kom op, nog even een paar goede spelers die ik ook kan gebruiken op de bank. Hakimi is prima. En de laatste speler, een keeper. Dan hebben we er nog een van 85. We zitten nu op de 92 beoordeling. Maar we hebben nog
zoveel goede spelers te gaan. Oké, okay, dit moet hem echt worden. Als dit het niet wordt, dan gaat het hem nooit meer worden. Oké, okay, nog steeds 92. Maar ik kan jou hier neerzetten. Nog steeds 92. Bro, hoezo springt hij niet naar de 93? Dan heb ik één speler van 85 op de bank. Voor de rest is alles 90 plus. Ja, dat is dan wel weer een beetje krap. We zitten nu trouwens al op de 94. En we kunnen nog goede spelers er neerzetten. En we hebben trouwens ook een van 86, zie ik nu. Dus dat is wel een beetje balen. Maar ja, die kunnen we natuurlijk wel wisselen. Ik kan Hummels nog wisselen. Dan zit hij nog steeds op de 84. Nee, dit zal toch niet gebeuren. Ik kan jou nog wisselen. En hebben we nog meer wissels die we kunnen doen? Nee, dit zal toch niet. Ik heb Hakimi van 94 en alles is al 94 of hoger in mijn team. Dus het wordt eigenlijk niet meer beter. Oh, dit is echt heel balen. Zou het ook qua teamgeest omhoog gaan als we zeg maar betere spelers qua teamgeest erin zetten? Ik heb zo'n idee dat dat eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. Nee, ik heb het idee van niet. Ik ga gewoon wat heen en weer puzzelen. Nee, dit gaat hem niet worden. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. En het is gewoon die 2-3 spelers onder de 90 die het hebben verpest. Anders was dit makkelijk gelukt. Dit is wel mijn beste draft ooit. Dat is één ding wat zeker is. We proberen het nog één keer. Als het dan niet is gelukt, dan vind ik het echt best geweest. Dit kost me wel vet veel coins natuurlijk om al deze drafts te doen. Maar echt bizar. Ik vind het zo'n stomme challenge aan het worden. Het wil gewoon de hele tijd net niet lukken. Oké, okay, dit wordt mijn laatste kans. Dan hoop ik dat ik nog even goed ga afsluiten. We kunnen voor de 4-1-2-1-2 gaan. Nou, dan doen we dat. Dan hebben we in ieder geval twee spitsen. En dat is altijd wel lekker. En links midden, 92 rated PRS. Dat is prima. Oh, die komt op gewoon centraal midden. Is ook helemaal prima. Is een redelijk begin. Dit is niet zo goed. Maar we hebben gewoon standaard een paar slechte spelers in mijn team. Is niet zo erg, want die kan ik bij de reservebank neerzetten. Als we daaromheen maar gewoon goede spelers krijgen. Van Dijk 90 plus, dat is het belangrijkste. Di Natale 96, dat is ook fijn. Centraal aanvallende middenvelder. Verkier 92. Nou ja, tevreden genoeg mee. Het had echt slechter gekund. Müller 95 is ook hartstikke chill. Dus tot nu toe nog niks te klagen. Nee, dat zeker niet. Rechtsachter. Oeh, Saha van 93 is hartstikke goed als rechtsachter. Dus daar ben ik ook blij mee. Maldini 95 ben ik ook blij mee. Dus dat is ook mooi. Nou, nu ga ik weer gewoon voor een slechte speler. Want die hoop ik dat ik die bij reserves dan neer kan zetten. 94 rated Becker. Ook hartstikke goed. Linksachter. Als we nu weer eentje van 90 plus krijgen. Die we krijgen. Sterker nog, een van 95. Hebben we echt een zieke verdediging gekregen. En we hebben nu een 93 beoordeling. Dat is denk ik oprecht de beste beoordeling die ik tot nu toe heb gekregen. Aan het begin van een draft. We kunnen voor Ter Stegen gaan. Ja, dan hebben we ook nog een leuke keeper erbij. Dus dat is ook wel nice. 90 rated, prima voor op de bank. Gaan we door naar de volgende. En we hebben 94 rated icon. Dus dat is ook mooi. Als ze maar 90 plus zijn. En dat is Schweinsteiger ook zeker. 97. Oh, donders. Oké, okay, nou, nu moet het echt gaan gebeuren. Ik ga eens kijken wat voor een beoordeling we kunnen halen. Als ik nu al mijn goede spelers hier neer ga zetten. Zou dat dan helpen? Oh, nee, hij staat nog steeds op 93. Terwijl dat ik zou denken dat hij al veel hoger zou moeten zijn. Nou, ik zet de slechte spelers er weer even neer. Gewoon puur omdat ik het idee heb dat dat helpt voor goede spelers. Oh, he, nu staat hij naar de 94. En nu gaat hij naar de 93. Wat is dit nou weer? Er klopt nog helemaal niks van. Ja, maakt niet uit. We gaan door. En dit moet hem gewoon worden. Net is het net niet gelukt. En ik heb zo'n vermoeden dat het nu wel net gaat lukken. Dit maakt niet fout. 80 of 81, dat boeit niet zoveel. En 9. Oh, 93 brand. Dat is ook mooi. We hebben tot nu toe volgens mij 3 of 4 slechte spelers onder de 90. Hier hebben we 1, 2, 3. En we hebben in totaal 5 plekjes. Dus we hebben nog 2 slechte spelers die we eventueel mogen krijgen. Dus in principe is dat prima. Ik ga nu voor 85. Ik hoop wel dat ik nog een betere ga krijgen dan 85. Weer 85. Kom op, laatste speler. En oh, dan krijgen we echt een paar hele slechte spelers tot slot. Dus dat is wel balen. Nou, we gaan alles neerzetten. En dan hoop ik dat hij naar de 95 schiet. Dat zou mooi zijn. We kunnen natuurlijk jou hier wisselen. En Ter Stegen moeten we ook wisselen. Hij is nu al naar de 93. Maar ik vraag me af of hij uiteindelijk naar de 95 gaat. Ik kan natuurlijk nog wel wat wissels doen in mijn team. Maar niet zo heel veel meer. Nee, Ter Stegen kan er nog in. Voor jou. Dan zitten we weer op de 94. En dit is echt ziek frustrerend. Oh, kan jou er nog neerzetten? Dat was mijn slechtste speler.
Die is 93. Dus in principe maakt dat niet heel veel uit. Nog steeds 94. Ja, ik vind dit zo raar. Kijk, ik kan ze wel eruit halen. En dan gaan ze omlaag qua rating als ik deze spelers er weer terug inzet. Dus kijk dan. Als ik deze erin zet. En deze ook. Dan gaat hij naar 93 beoordeling. En ja, ik vind het zo bizar hoe dit werkt. Dit klopt toch helemaal niet, hoe die beoordeling nu de hele tijd omhoog en omlaag schiet. Nee, zou in principe niet moeten. Ik ga gewoon wat puzzelen en ik ga even kijken of die op de een of andere manier nog naar de 95 kan schieten. Nee, ik heb weer van alles geprobeerd. Het wil gewoon niet lukken. Oh, nou weet je wat, we proberen nog één allerlaatste keer. Dit wordt echt de allerlaatste. Opstelling, we kunnen voor de 4-3-3 aanvallend gaan. Nou, dan ga ik daar maar voor. We hebben wel één spits, maar wel linksbuitens, rechtsbuitens. We beginnen met Messi 91. Ah, het is in principe wel 90 plus. Kijk, als het een special card zou zijn, dan zou 91 er cooler uitzien. Maar 91 is gewoon eigenlijk een prima rating. 93 ook prima. Het is nog niet de absolute wereldtop qua spelers, maar het is allemaal wel prima. Zolang het in ieder geval maar 90 plus blijft. Dat is voor mij het belangrijkste. En bijvoorbeeld niet 83 rated. Nee. Oké, Bellingham 97. Dat is ook mooi. We gaan het gewoon proberen. Ik ga nu de laatste draft doen. En we gaan eens kijken wat er terecht van gaat komen. Ballack 93 is ook goed. Centraal verdediger is allemaal niet zo best. Nee. Maar ja, we hebben tot nu toe wel veel 90 plus spelers gekregen. Dus ik mag eigenlijk niet klagen. Alaba ook prima. Volgende, de keeper is 85 rated, dus dat is ook niet zo goed. Linksachter tot slot. En ik verprut zoveel coins op deze manier. Ik heb al zoveel coins uitgegeven voor al die fut-drafts die ik tot nu toe heb gedaan. Dat slaat helemaal nergens op. 96 is mooi meegenomen. 91, Otamendi voor op de bank, prima. Kom op, even weer flink boven de 90. En dat krijgen we nu ook, 97. Dat zijn wel lijpe beoordelingen. Puskas is ook mooi. En dan hebben we weer mega goede spelers gekregen op de reservebank. Ik ga eens kijken, net probeerde ik het ook. Ik wil eigenlijk kijken of ik nu misschien de 95 kan halen. Ja, kijk, nu hebben we de 95. We doen een keer een andere tactiek. Normaal probeer ik met zo slecht mogelijk team verder te gaan. We gaan nu verder, oké. Maar de 95 beoordeling is nu gelukt. Maar ja, het is natuurlijk niet officieel gelukt. We moeten het ook halen aan het eind van de FUT-draft. Dat is het belangrijkste. Tot nu toe zijn we nog wel op koers. Want we krijgen Van Persie 96. We krijgen 95 Mascherano. Zul je zien dat het nu gaat lukken, hè? Zul je zien. Oh, dit is ook mooi. 94 rated. Kom op, nog even een paar spelers van dik 90 plus. Dit is ook goed. Oh, we gaan naar de 94 beoordeling. Nee. Nee. Dat moet niet. Oké, nog één speler te gaan. En dit is de laatste. Nou, ik kan gelukkig nog wel hier wat spelers vandaan halen. Twee van 85. Dan denk ik dat we weer de 94 gaan halen. Dat kan haast niet anders. Ja, we zitten nu inderdaad op de 94. Ik word hier zo bizar moe van, jongen. Dat slaat helemaal nergens op. Welke kunnen we nog upgraden? Hier hebben we een van 94. En de slechtste is 93. Oh nee, 91 hebben we hier zo. Nou, ik denk dat het inderdaad niet gaat lukken. Nee, ik heb alles weer geprobeerd. Het wil niet. Ik ben er klaar mee. Het is genoeg geweest. Wat verschrikkelijk dit. Ik laat erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. Heb ik tenslotte nog maar één ding te zeggen. Dat is natuurlijk. Ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video. Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.